We hebben nog een zwoel achtergrondmuziekje over de bloemetjes en de bijtjes. Een zaadshaker. Ik vind het wel een gek woord, maar het zijn hele leuke producten. Hoi, wat leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Action. Dit is weer een shoplog en deze week doen we een duurzame versie. Ik ben Femke en je kunt me kennen van Femke Meijer op Instagram, dat is mijn naam. Of van mijn blog duurzamevrouw.nl. Ik hou me bezig met natuurlijk ouderschap, maar ook heel veel met duurzame fair fashion en hoe je gewoon wat duurzamer kunt leven. Nou kan ik me voorstellen dat je denkt, hoezo zit jij hier Fem? Want Action die wisselt heel vaak zijn assortiment. Maar ik ga je daarom laten zien hoe je heel makkelijk duurzamer kunt leven met producten van Action. Ik heb daarom in de winkel gezocht naar producten die echt duurzaam gemaakt zijn. Van FSC gecertificeerd hout bijvoorbeeld. Of producten die je gewoon helpen om heel makkelijk en goedkoper duurzaam te leven. Hoe doe jij dat? Welke stappen zet jij om duurzamer te leven? Laat het even weten in de comments hieronder. Ik vind het zelf heel erg belangrijk. En als jij nou denkt, ik kan ook wel wat duurzamer leven of ik vind het ook belangrijk. Doe dan even die duim omhoog. Ik ben op zoek naar een paar standaard producten die je misschien verwacht. Een waterfles, een plankje om je zeepbar op te leggen. Ik wil niet alles verklappen jongens. Dus kom gewoon mee en dan gaan we samen kijken. Oh, deze bakken. Dit is dus heel duurzaam om je eten in te bewaren. Van Curver, heel goed merk. Maar ik wil eerst even een rondje doen voordat ik meteen alles in mijn wagentje gooi. Gevonden jongens. Een bamboe zeepbox. Je kunt dit dingetje eruit halen. Dit wil ik heel graag meenemen. Ik ben echt een Creabea. En deze is van 100% wol, dus die is volledig afbreekbaar. Ik word hier echt heel gelukkig van. Wekpotten. Ik vind het perfect om te bewaren in de koelkast. En je hebt hier gewoon in allemaal leuke designs. Dus die gaan zeker mee. Mijn vriend vroeg gisteren trouwens of ik sokken mee wil nemen. Maar sorry schat, die ga ik niet meenemen. Wat ik wel meeneem is deze waterfles. Want die kan je hervullen. Dus je hoeft niet meer allemaal flesjes weg te gooien. Lekker duurzaam. Wat ik zelf wel vaak gebruik, een cognacspons. 100% natuurlijk en het scheelt heel veel wegwerpvatjes. Balancierspelletje van etenswaren. Ik heb het eigenlijk gewoon gepakt omdat mijn dochter een houten speelkeukentje heeft. Dus dat kan er perfect in. Nog zoiets leuks. Hier word ik heel erg blij van weer. Groeien eigen snackgroentes. Mini komkommertjes, kleine tomaatjes. Oké, jongens, ik schaam me best wel. Want ik heb gewoon alles wat ik leuk vond en wat duurzaam is in mijn karretje geknald. Dus het is best wel erg veel geworden. Nou zou je zeggen, duurzaamheid is maat kunnen houden. Nou, nee, dat is me niet gelukt bij Action. Want ik ben helemaal losgegaan met de producten. Om te beginnen. Ik kan niet wachten op het voorjaar. Dus ik heb ook helemaal toegegeven aan mijn voorjaarskriebels. Lees dingen voor in je moestuin. Zoals deze mini kruidenplant. Plantjes. Met dit leuke setje kun je 5 kruiden zelf gaan laten groeien. Ik zal even snel kijken hoe dat eruit ziet. Oh, stickertjes. Dat is leuk voor de kleintjes. We hebben erin allemaal bekertjes met kokosmatjes, denk ik, en zaadjes. Dus dat zul je alleen maar nat hoeven te maken met de zaadjes erin. En dan doet de natuur de rest. Ik vind kruiden een hele goede manier om duurzamer te leven. Want hoe vaak koop je niet weer een pot verse kruiden die je voor één gerecht gebruikt. En daarna staat het heel zielig op je aanrecht. Dus dit is echt een topper. Dit setje kost maar €1,86 en je zult daarmee dus heel veel geld besparen. Ik heb trouwens alles in dit mooie tasje zitten. Je kunt nog steeds opnieuw deze tas gebruiken en uiteindelijk ook nog recyclen. Ik ga nog heel veel verder in de moestuin vibes. Of dat is een moeilijk woord. Moestuin vibes. Tada! Je kunt zelf een komkommer en tomaat gaan kweken. En dan niet eentje natuurlijk, maar een hele plant. Het zit in een heel leuk houten kratje, dus die kun je later ook weer voor dingen gebruiken. €3,89. We hebben nog een zwoel achtergrondmuziekje over de bloemetjes en de bijtjes. Want we hebben dit namelijk. Een zaadshaker. Ik vind het wel een gek woord, maar het zijn hele leuke producten. Dit zijn wilde bloemen. Een mix. En dit is een mix voor bloemen die vlinders aantrekken. Ze kosten €1,69 en deze zijn volgens mij ook nog zelf zaaien. Dus je zaait het volgens mij één keer in en dan blijf je altijd die bloemetjes in je tuin houden. Ik voel me net een verkeersregelaar. Maar dit zijn ontzettend leuke houten bordjes om bij je plantjes in de tuin te zetten. En dan kun je er of opschrijven, ik hou van jou, of gewoon de naam van de plant. Dit is geniaal als je zelf, zoals ik, extreem vergeetachtig bent geworden. Of als je kinderen hebt en je wilt ze duidelijk maken hoe de plantjes heten. Ik heb er 10 en ze kosten maar €0,25 per stuk. Dus ja,
kan ik zeggen. Het is maar 25 cent per stuk. Dat kost echt helemaal niks. En ik denk dat dit heel veel plezier geeft. Choco chips. En niet om te eten, maar om over je tuinaarde te strooien in een plantenbak. Ze zijn goed tegen onkruid. Ze zijn goed om planten te beschermen tegen hete zon. Als het ooit weer lekker weer wordt in Nederland. Dit is dus 100% natuurlijk. Heel slim verpakt trouwens, want het is vacuüm. Als je dit opensnijdt en er water bij gooit, dan wordt het volgens mij 10 keer zo groot. 84 cent. En er zit 6 liter in dit pakje. Oh, ik heb nog één ding voor de tuin, jongens. En ik zei hier net ook iets heel niet slims over. Namelijk, zitten er batterijen bij? Nee. Want ik heb ze uitgezocht omdat ze solar zijn. Ze gaan op zonne-energie. Dit leek me gewoon super leuk. Het is een beetje een krakelee effect. Dus het staat ook, ja, het is best wel classy, maar toch ook gezellig. Ik wilde deze hebben omdat ze wit zijn. Maar ze hebben ook een stand om in verschillende kleuren licht te geven. Dus dat leek me heel erg leuk voor mijn dochter. Deze kost €1,82. Je zet ze neer in je tuin en je hoeft er niks meer aan te doen. Oké, ik voelde me hier echt een beetje een nerd bij. Oh, maar ik werd hier zo gelukkig van. Het is een insectenhotel. Ik moest even nadenken. Maar hier kunnen dus vlindertjes, andere kruipende beestjes en bijtjes allemaal in gaan wonen. Dus dan kunnen ze en in je tuin eten van de bloemetjes. En ze kunnen er ook een ditje doen. En nog even goed om te weten. Dit is ook allemaal van FSC gecertificeerd hout gemaakt. Dus duurzame boskap. Die grote kost €4,95 en die kleine €1,95. En over mijn dochter gesproken. Ik heb een aantal dingen gekocht zodat ik lekker kan stapelen. Als je een kind krijgt, dan krijg je ook heel veel spullen in huis. Dus dan is het lekker als je het allemaal weg kunt stoppen. Daarom koos ik deze toffe houten box. En deze bamboe bakjes. Ze zijn voor kruiden officieel. Maar ik dacht, ik zet ze hierin. Daar kun je potloodjes in stoppen, houten blokjes. Bamboe groeit echt mega snel. Dus dat is een hele duurzame keuze. Ook weer FSC gecertificeerd hout. Deze bakjes kosten maar 99 cent. En deze grote box kost €3,49. Nog iets voor mijn dochter van hout. Oh, ontzettend leuk. Ik dacht alleen maar groente. Yes, dat past in haar houten keukentje. Maar het is een spelletje. Namelijk een balanceerspelletje. Dit vind ik leuk. Mijn dochter is heel precies, dus die kan hier echt waarschijnlijk heel lang mee spelen. Dit kan je dus hier instoppen. Ik ben heel erg van houten speelgoed, want het is dus lekker duurzaam. Action heeft nu een hele houten lijn waar ik echt van kwijlde. Met een compleet keukentje, weet ik voor allemaal. €2,79. In een fantastisch pakje. Nog meer bamboe. Deze voor in het toilet. En deze nog handiger. Ik heb thuis een heel aantal van die zeepakjes, maar die zitten allemaal lekker vast. Deze kun je eruit halen, dus die kun je gewoon heel makkelijk schoonspoelen. Allebei met RVS. Bamboe ziet er super gelikt uit. En hij kost maar 99 cent. En deze kost €1,62. Daar werd ik ook heel blij van. Een theebeker. Je kunt het bijvoorbeeld meenemen naar je werk. Dat deed ik. Dan hoef je niet elke keer een nieuwe wegwerpbeker te pakken. Dus dan is het een super goede optie. En hij ziet er ook gewoon heel fantastisch uit. €1,49. Een duurzame optie zijn ook, of is ook, een multifunctioneel product. En dat zijn deze dingen, vind ik. Ik vind ze onwijs leuk. Ten eerste is dit jute, dat is heel duurzaam. En je kunt er van alles in stoppen. Je kunt ze binnen in huis ophangen met een leuke vetplant erin waarschijnlijk. Of je doet ze buiten met wat vogelvoer erin. Verschillende hoogtes. Verschillende dingen erin. En klaar. €3,79. Nou, hier kan ik heel veel over zeggen. Maar herbruikbare rietjes is wel duidelijk. En heel erg leuk. 59 cent. Glazen bewaarpotjes. Hoe leuk is dit allemaal? Hier kun je gewoon alles in bewaren wat je maar wilt. En als je nou denkt, ik heb meer ruimte nodig. Dan kies je deze. Hij is er ook in het koper volgens mij. En in het goudkleurig. Met een rubbertje kun je het luchtdicht afsluiten. Wat stop ik hierin? Als ik bijvoorbeeld iets kook of ik maak een keer iets van een sausje of zo. Dan zou ik dat hierin bewaren. Kikkererwten is wel echt een cliché. Maar dat soort dingen kun je hier heel goed in bewaren. Dit ziet er minder spannend uit. Maar ik word hier nog het allergelukkigst van. Want dit is een heel simpel glazen bewaarbakje met maar 2 clipjes. Maar daardoor heel makkelijk schoon te maken in je vaatwasser. Hier stop ik gewoon etensrestjes in die ik nog een dagje wil bewaren. Hapjes voor Charlie. Wist je dat glas ook veel beter is trouwens voor je hormoonhuishouding? Dus daar kun je ook het beste je eten in bewaren. Deze kost 80 cent. €1,62. En deze kost maar €1,68. Ik heb nog iets voor Charlie gesproken, mijn dochter. Een houten stapelblok. Zij is geobsedeerd door houten blokken. En ook puzzels. Dus dit is helemaal fantastisch. Van hout. Dus het gaat eeuwen mee. Je kunt het lekker doorgeven daarna. Goed cadeautje trouwens. En hij kost €1,89. Ook van hout. 60 cent per stuk. Deze kapstokjes. Ze wil steeds meer zelf doen, dus kan ik deze zo afwisselend ophangen en dan kan ze zelf gewoon haar jas daaraan ophangen. Dit is mijn eerste beauty ding, denk ik. Een cognac spons.
Ik kan je vertellen, als je ze niet bij Action koopt, dan ben je veel geld kwijt. Maar hier kost hij maar 1,95. Het is een volledig natuurlijk product. Ik gebruik het zelf al een tijdje. Het is heel erg fijn. Als je bijvoorbeeld je make-up eraf haalt met een oil cleanser, olie, dan maak je deze nat met warm water. En kun je daarna heel voorzichtig die make-up eraf halen. Dit is niet sexy, jongens. Maar ik heb wel een leuke hack voor je. Ten eerste zijn het houten kledinghangers van FSC gecertificeerd hout. Dus het is duurzaam. Als je duurzaam wilt leven, is een hele makkelijke manier om minder mode te kopen. En om je kleding uit te zoeken en dus een heleboel weg te doen of te verkopen. Vind je het lastig om het uit te zoeken? Dan gebruik je je kledinghangers. Hang zoveel mogelijk op je kledinghangers. En je hangt ze bijvoorbeeld andersom tegen je achterwand aan van je kast. Zodra je iets aantrekt en het dus draagt, hang je hem andersom weer terug. Dus dan kun je na een tijdje precies zien wat je wel en niet hebt gedragen. En kun je ook gewoon alles wat je niet gedragen hebt, je kast uitdoen. €2,99. We gebruiken het allemaal. Cadeaupapier. Dit is een hele makkelijke keuze. Want kies gewoon voor craft papier. Dat is gerecycled papier. Nu met een printje. €0,69. Dit is ook heel leuk voor in je vensterbank of voor in de tuin. Weer een solarlamp. Je klipt het gewoon. Je klemt het gewoon ergens aan vast. Je hangt hem in de zon en dan gaat hij licht geven als het donker wordt. Glas, ledlicht en zonne-energie. €2,89. Dit product is hetgene waarmee de meeste mensen, denk ik, heel makkelijk heel veel plastic kunnen besparen. Een herbruikbare waterfles. Nou, deze ziet er heel leuk uit. Je hebt ze in verschillende kleuren. Kan in je vaatwasser. Ziet eruit alsof je ook niet lekt. €1,79. En een houten kralen, hang, puzzel, DIY dinges voor Pasen. Ontzettend leuk om zelf te doen of met je kind. €1,49. Ik ben echt een breimuts. En dan niet van mutsen, maar gewoon van truien en dat soort dingen. Dit is van 100% wol. Is dus volledig afbreekbaar. Oh, zijn dit geen muts? Ik denk dat ik toch een muts hiervan ga maken voor mezelf. €2,49. Last but not least, deze potten. Oh, je hoort het wel, het is echt kwaliteit. Hier word ik heel blij van. Hier word ik heel gelukkig van. Die kleur, die knalt je tuin uit straks. Ik zou hier mijn kruiden in planten die je zelf kan kweken met je setje. Want dan verspreidt het zich niet door je tuin. Ik denk dat ik hier mijn bieslook in ga zetten. Het is toch leuk, zo'n laag pot met allemaal stengeltjes. Ziet er fantastisch uit. Je kunt het nog verplaatsen. Terracotta dus ook helemaal natuurlijk. Deze is €4,95. En €5,99. Ik zei last but not least, ja, maar er is nog iets, jongens, wat je ook nog helpt in je tuinavonturen. Een kweekset. Heel erg handig. Deze dingen gaan jaren mee. In het voorjaar, je kunt nu al beginnen met snel gaan inzaaien van zaadjes. Die kwak je hierin. Je zet ze in je vensterbank en de natuur doet weer de rest. €2,99. Nou, dit was mijn allereerste shoplog. Ik heb zo genoten. Ik voelde me net Freek Vonk in de Action op zoek naar duurzame producten. En ik ben onder de indruk van de stappen die Action zet in plasticvrije verpakking bijvoorbeeld. En er zijn zoveel producten waarmee je gewoon duurzamer kunt leven. Kleine stapjes, zoals die waterfles. Ik ben benieuwd wat jij ervan vond. Abonneer je op het kanaal en dan zie ik je hopelijk een volgende keer weer terug op het kanaal van Action. Dus tot dan, doei!